In 1551 trouwde prins Willem van Oranje met gravin Anne van Buren-Egmond in het Petersche vestingstadje Buren. Beiden waren ze pas 18 jaar oud. Uit brieven die ze naar elkaar schreven bleek dat het een goed huwelijk was. Door dit huwelijk werd Buren een belangrijke stad voor de koninklijke familie. Ook werd gravin Anne een prinses en prins Willem de rijkste edelman van onze lage landen.